ben dus geen bakoma, ik bak niks anders. Hè. Het is het enige dat ik maak, dat is vlaai. Ja, waarom? Ik weet dat ook niet. Een beetje nostalgie. Ja, het is eigenlijk geen taart, hè. Nee, het is geen taart. Het is eigenlijk ja, een vlaai. Het is iets speciaals. Het is, je hebt geen korst, hè. Bij een taart heb je ofwel een deegkorst, ja, met een vulling of zoiets. Maar hier is alles hetzelfde. Dat is het typische van, ja. Ik heb er nog nooit aan gedacht waarom dat zo typisch is, hoor. Van mijn moeder. En dat kwam van haar moeder. Dus, en mijn moeder is al nu 114 jaar. Die was nog van het einde van de 19e eeuw. Dus die was van 1998. Ik heb dat van haar dus geleerd. Maar ik heb dat altijd zien doen. Maar zelf, nee, thuis heb ik het nooit zelf gedaan. Maar als ik dan vroeg ik, hey, hoe deed je dat juist? Dan heb ik dat opgeschreven. Maar nu moet ik het niet meer opschrijven, want ik weet het eigenlijk van buiten. Van in onder de oorlog hadden wij thuis een oventje. Dat ze zelf in zo'n achterkeu, want dat mocht allemaal niet geweten worden. En daar werd dat in gebakken. En dan waren er buren dat een vlaai naar ons brachten. Maar wij hadden een Leuvense stoof, als dat voor ons alleen was, met een oven aan. Hè? En daar werd dat dan, als het maar voor ons gezin alleen was, werd dat daarin gebakken. Maar sommigen deden het inderdaad naar de bakker. Voor te laten bakken als het brood gebakken was. Dat was precies geen oorlog op dat moment. Dat was geen oorlog. Maar dat was, ja, dat was een beetje zoeken voor de ingrediënten dan, hoor. Want alles was gerantsoeneerd. Je kreeg zoveel suiker maar. Je kreeg maar dat. Maar zelfs daar weet ik niet zoveel van. Ik was maar 7 als de oorlog had gebroken. Kaneel heeft er wel een heel speciale smaak aan. Ja, het zijn goede ingrediënten, dus al dat je gebruikt is eigenlijk op zijn eigen al lekker. Hè? Peperkoek, speculaas, beschuiten. Die macaronkoekjes, dus dat is allemaal goed materiaal en dus zo verwerkt. Ik laat hem meestal er een tijdje in zitten. Terwijl dat oven nog dicht is. Hè? Dus daarmee kan ik eigenlijk een kwartier elektriciteit uitsparen. De oven blijft een hele tijd warm. Dus normaal zou je ongeveer een uur moeten in de oven zetten en dan uitnemen. Maar het is gemakkelijk, het is beter voordat je er minder lang in zit, dat hij minder uitroogt. Hij moet dus nog smeuig zijn van binnen.